Over.
Vinden jullie ook niet dat Cas op Martin Garrix lijkt? Science! Overal waar we komen is zo van, yo, hey. Oh, je lijkt echt op Martin Garrix. Maar Cas wist tot, denk twee weken geleden niet wie Martin Garrix was. Totdat hij vorige week na het spelen in de kroeg stond en zei, hey, ik ben Martin Garrix. En dat geloofde dan weer niemand. Blue, they tried to crease my mind. Deep red.
Ik ben echt heel slecht in dit soort praatjes. En als je toch meer over mezelf zou willen weten, dan zou ik me vooral volgen op Twitter. Want daar staat nog veel meer rotzooi op dan wat ik nu allemaal zeg. Oké. She got him and read his mind.
there too slow? Are you too scared? Are you too scared to bear to that truth? Oh, 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 saints on the wedding dress, an albatross around his neck. Of lost saints on the wedding dress, an albatross around his neck. Lost saints on the wedding dress, an albatross around his neck. Lost saints on the wedding dress, an albatross around his she's waiting for me now, 'cause she turned on the lights and closed her eyes and let the light slip through her mind.
Thank you.
This is for, yeah. De zwartste dag aan mijn hele leven. Want ik stond op het punt om de Arctic Monkeys te ontmoeten. Toen ik niet naar mijn vader wilde luisteren. Want die stond backstage bij Alex Turner een sigaartje te roken. En ik stond bij de tourbus te wachten. Tot hij kwam. En mijn vader die kwam backstage met een freebies pas van de BP. Zo'n clubkaart. En ja, ik ben heel eigenwijs, hè. En dan krijg je dat. Oké. Heb je een beetje zin in Tim Akkerman? Volgens mij heeft Apeldoorn dat hier binnen zit nog veel meer zin in Tim Akkerman dan dat ze nu doen. Dus mag ik even een heel hard gejoel, want hij zit serieus, de kleedkamer zit hier recht achter en hij hoort alles. Dus even keihard gejoel voor Tim Akkerman. 1, 2, 3. Yes. Yeah.
Dankjewel. Dat was onze single. Ja. Zijn er nog vragen? Had je dat tapijt in de zomer? In Amsterdam, in Paradiso, had je toen niet hetzelfde tapijt? Nou nee, dat is wel wat ik wil vertellen. Goeie vraag trouwens. Nee, in Amsterdam, in Paradiso, dat was... 10 maanden terug. 10 maanden terug, ja. December. Ja. Ja, nee, kijk, het zit zo. Ik werk bij mijn oom in de tapijtenwinkel om bij te verdienen. Dus ik had van hem een tapijt geleend.